Nou, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes Woensdag. Ja, ik wil toch proberen om mijn conditie natuurlijk een beetje peil te houden. Ook met dat hele hete weer. Dacht ik van, nou dan ga ik lekker betijds. Rond 7:30. En dan zal het meevallen qua temperatuur. Het is nu 8:30. Op mijn thermostaatje in de auto. 25 graden. Dus ik moet eigenlijk nog eerder gaan. Want ik merkte het wel om het lopen. Boah. Was zwaar. Ik vind sowieso de laatste tijd dat ik moeite heb met tempo lopen. Waar het hem in zit, ik weet het niet. Ik zou het eigenlijk wel willen weten, maar ik krijg er de vinger niet achter wat het nou moet zijn. Of dat het toch met de temperatuur te maken heeft, of dat het toch nog. Maar aan de andere kant, deze tijden die ik nu loop, die liep ik ook voordat ik dat corona verhaaltje had. Dus eigenlijk na de winter eigenlijk niet meer zo goed geweest als voor de winter. Dat ik ergens net rond de 6 minuten liep. Nou kan het zijn, wil ik eigenlijk de volgende keer daar een stukje over filmen. Of laten zien. Dat beginstukje is nu allemaal loszand. Dus er zou een mogelijkheid kunnen zijn dat door dat los zand moet je natuurlijk extra stappen. Je glijdt weg. Dus dat scheelt natuurlijk ook tijd. Maar ja, of dat dan in zijn totaliteit op die ronde. Goed. Ja, het kan natuurlijk wel. Als dat 5 seconden kan schelen per ronde. Ja, dan zit ik op dezelfde tijd. Zit ik ook rond de 6 minuten. Tussen 6 minuten 5, 6 minuten 10. 5 seconden per ronde, 4 rondjes, 20 seconden. Ja, weet je, dan is het wel te verklaren. Maar goed, daar kom ik pas achter als het dadelijk weer wat harder, of tenminste als het een paar keer geregend heeft en de ondergrond weer wat harder wordt. Op dat stuk. Dan is het misschien wel te verklaren. Als het dan wel in één keer beter gaat. Natuurlijk, temperatuur werkt ook tegen. Want het is natuurlijk gewoon pokwarm. Mag ik dat zo zeggen? Ik denk wel dat ik dat zo mag zeggen. Ik had het niet verwacht dat het nu al zo warm zou zijn vandaag. Dat het vandaag eigenlijk minder zou zijn dan gisteren. Qua temperatuur. Maar ja, blijkbaar toch heet genoeg. Dan even naar de Pearl, lenscontrole. Ik heb weer nieuwe lenzen aangemeten gekregen. Maar zo voor de korte afstand zijn ze op zich goed. Alleen veraf zijn ze niet helemaal helder. Niet scherp genoeg. Ik moet zeggen, nu met het heet, met deze zon, lijkt het mee te vallen. Dat het wat tegen zit. Maar ja, nee, als ik dadelijk thuis ben, dan zie ik het vaak wel binnen. Als het dan wat donkerder is, dan merk je het vaak. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, je moet heb je mijn lenzen altijd? Dat klopt, ik heb natuurlijk lange lenzen. Dus kun je het ongeveer hoe dat werkt. Maar goed, dadelijk controleren en dan kijken we wel even hoe dat is. Oh, nou, voor volgende week woensdag een tripje gepland. Een dagje naar Koblenz. Dus dat is lekker. Woppa. En dan zijn we thuis. Nou ja, nu ga ik in ieder geval niet fitnessen, omdat ik zo meteen natuurlijk weg moet. Over een uurtje. En dan wil ik natuurlijk wel eventjes gedoucht hebben. En weer lekker fris zijn voordat ik naar de winkel ga. Oh.
Veranda is trouwens af. Gisteren nog wat dingetje gedaan. Televisietje aangesloten. Lampjes erin gehangen. Helemaal top. Nou, ook daar maak ik wel even een keer een opname van. En ja, zo eens kijken. Zo eens gaan. Ja, ik weet niet. Het is gewoon warm. Het is gewoon echt warm. Ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Nou, uiteindelijk toch. Omdat ik toch even bezig wilde zijn. Dat je toch even iets gedaan wil hebben. Kan beter dan dit doen. Dan dat ik het nou niet heb gedaan. En dan vanmiddag eigenlijk, of vanavond dat ik heb van ja, verdomme, ik had eigenlijk toch wel moeten gaan hardlopen. Dus, maar goed, we zien het wel. Ik ben er nu in ieder geval klaar mee. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan moet het een keer goed komen. Ja, afgelopen ik heb gisteren heb ik in één keer voor drie dagen op YouTube gezet. Want die van de derde was natuurlijk, had ik 's morgens niet hard gelopen. Oh nee, had ik wel hard gelopen, maar dat was rommelmarkt en daarna ben ik ziek geworden. Dus heb ik niet meer erop gezet. Nou ja, goed, en die andere twee keer was dus na de corona. En daar had ik niet meer aan gedacht om die op te zetten. Dus. Nou, en deze die komt, ik denk dat ik hem straks even doe. Lekker bij de airco zitten. Oh, het was gisteren warm. Het was gisteren heet. Maar goed, aircootje binnenaan. Lekker zitten. Een beetje achter de laptop zitten. En dan heb ik gisteren die dingetjes gedaan. Nog andere dingen gedaan op de laptop. Dus even wat items nagekeken. Dus, nou, straks even naar Dukenburg. Lenscontrole. Helemaal top. Nou, ik zou zeggen nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op het kanaal. Zie je de volgende keer weer terug. Ik zou zeggen, tjoe, op de zondagmorgen.